Beste vioolliefhebbers, welkom in les 15 van Pak je viool en speel. In deze les gaan we de lage derde vinger en de hoge derde vinger met elkaar afwisselen in twee liedjes. Die hoge en die lage derde vinger, dat verschil ertussen is best wel groot. En om daar eventjes aan te wennen, gaan we eerst een warming-up doen. Daarbij ga ik voordoen hoe die nootjes klinken en dan moet je even goed meespelen en goed luisteren of je goed zit. Want het gaat erom dus dat je bij de lage derde vinger hem mooi tegen de hoge tweede vinger aanzet. En bij de hoge derde vinger dat je hem echt goed strekt. Ik tel 1, 2, 1, 2 gaan we beginnen. Mag je twee vingers op de D zetten en dan zet je de derde vinger erbij. Dus we beginnen met de lage derde vinger. Tel 1, 2, 1, 2, dan gaan we beginnen. 1, 2, 1, 2 en laag. En hoog. Laag. En hoog. En weer laag. En hoog. Doe nog één keer. Laag. En hoog. Oké. Ik merk vaak aan mijn leerlingen in de les dat ze iets wat moeite hebben met de term laag of hoge vinger. En dat heeft ermee te maken dat de term eigenlijk vooral wordt gebruikt naarmate welke toon je eigenlijk gebruikt. Dus als je een hoge vinger gebruikt, dan gebruik je eigenlijk een hogere toon. Dan speel je een hogere toon dan een lage vinger. En als je nou een beetje in de war raakt met omhoog of omlaag, dan kun je dat altijd even testen. Wat is nou omhoog? Nou, als je omhoog wil op de viool, dan is dus deze kant op hoog. Dus, en je kunt het ook eigenlijk bedenken aan een gestrekte vinger. Hè? Dus het is een hoge afstand, een grote afstand. Ja, en sommigen raken ermee in de war, omdat ze het gevoel hebben van, nou, ik ga die kant op met mijn vinger, dus ik ga omhoog. Omdat je van je af beweegt. En dit is omlaag, omdat je dichter naar jezelf toe gaat. Dat kan soms verwarrend zijn, maar soms is het gewoon goed om even nuchter over na te denken. Want de toon omhoog is die kant op. Hè? Hoe meer vingers je neerzet, hoe hoger de tonen worden. Oké, we gaan beginnen met een liedje en dat heet Hey Soul Sister. En in dat liedje zijn de derde vingers op de E-snaar laag. Dat heb ik ook even genoteerd erbij door een pijltje naar beneden erbij te zetten. Alle andere derde vingers in het stukje zijn gewoon hoog. Ik ga de nootjes even laten zien. Je kunt ze natuurlijk ook op de website vinden, www.vioolzeeland.nl, onder het kopje nieuws. Maar je kunt natuurlijk ook even een screenshot maken. Dan staan de pijltjes er al bij, zie je het? Hey Soul Sister heet die. Nou, voor het geval je het liedje niet helemaal kent, dan doe ik hem even voor. We doen natuurlijk weer een rustige variant. Je kunt hem altijd sneller gaan oefenen als je hem beheerst. En je vindt het leuk, dan pak je het origineel van YouTube. En dan kun je daarmee oefenen. Dat is een wat snellere variant dan wat we nu gaan doen. Ik doe eerst even een stukje voor, gewoon om even in de melodie te komen. 2, 3, 4. Dat is gewoon één rondje van het liedje. Dan zitten alle stukjes erin. In het origineel moet je bepaalde gedeeltes herhalen. Goed. We gaan hem even samen doornemen per regel. Dan beginnen we met de eerste regel. Waar alleen een lage derde vinger in zit. En het is natuurlijk weer een liedje met een opmaat. Dus ik tel 1, 2, 3, 4. Dan begin ik. Da, da, da.
Het is namelijk een hele korte opmaat van een halve tel. Dat betekent dat je op de tweede helft van 4 begint. Oké, we doen een rustig tempo. 1, 2, 3, 4. Dat doen we nog even een keertje. 1, 2, 3, 4. Oké, hartstikke goed. Gaan we naar de volgende regel. Daar hebben we de eerste helft 2 keer een lage derde vinger en dan zodra je bij die A komt, is het een hoge derde vinger en die wisselt heel snel. Dus die losse E die is kort en dan moet je gelijk naar die hoge derde vinger. En dan is het eigenlijk wel mijn advies om die alvast klaar te hebben. Want als je helemaal van hier moet komen, dan duurt het te lang voordat je daar bent. Maar ik laat het ook even zien als we daar zijn. Ik tel weer 1, 2, 3, 4 en dan beginnen we dus ook weer een opmaat. 2, 1, 2, 3, 4. Zo, dat was een vrij pittige. Dat gaan we nog even een keertje doen met een hele snelle wisseling. Komt hij nog een keer vanaf het begin? 1, 2, 3, 4. Oké, hartstikke goed. Nou, mocht je zoiets hebben van, nou, dat gaat mij te snel, zet de video even op pauze of zet hem even een stukje terug dat je de eerste en de tweede regel nog een keer doet. Want dat is vrij veel informatie in heel korte tijd. En een vrij pittig tempo zit er nu in. We gaan naar de volgende regel. En dat refreintje is nu even een octaaf lager, anders komen we een beetje in de problemen qua hoogte. Dus dan gaan we op de A-snaar verder met de eerste vinger. En vanaf nu is het alleen nog maar hoge derde vingers. Tel ik weer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En oké, dat doen we nog een keertje. 1, 2, 3, 4. En hartstikke goed. Er zaten vrij veel korte nootjes achter elkaar. Nou, dan scheelt het natuurlijk weer dat je alleen een hoge derde vinger gebruikt. Dat is iets minder verwarrend. Gaan we nog even de laatste regel doen. Doen we ook 2 keer. Ik tel 1, 2, 3, 4. En dan beginnen we. 1, 2, 3. Tel nog een keer 1, 2, 3. En dan beginnen we eigenlijk al op 4. Want dat beginnen we net iets vroeger dan bij die andere regels. 1, 2, 3. Oké, en toen was die klaar. Gaan we hem even 1 keer helemaal achter elkaar doen. En dan gaan we met muziek doen. Ik tel 1, 2, 3, 4, korte opmaat. 1, 2, 3, 4.
ging, dan ben je heel snel. En anders zou ik het gewoon nog even een paar keer ofwel voor jezelf oefenen of even een aantal keer de video ietsje terugzetten. We gaan hem nu doen met muziek. En het is ook weer lastig met die opmaat. Wij beginnen en dan begint de muziek pas te spelen. Dus ik tel weer 1, 2, 3, 4. En dan hebben wij een korte opmaat. 1, 2, 3, 4. Die laatste noot speelde ik er gewoon bij. Dan is die mooi af. Maar ja, in principe gaat het origineel natuurlijk gewoon nog eventjes door. En dat zou je eventueel kunnen proberen als volgende stap. Als je hem nog wat sneller wil kunnen spelen. Oké, dat was het eerste liedje. Dan gaan we gelijk door naar het tweede liedje. En dat is Wonderwall. Prachtig liedje. Wel een beetje lang trouwens. Maar heel leuk om te spelen. Ik ga hem weer even laten zien. Dan kun je de vingerzettingen even ofwel openschrijven of een screenshot maken. Dat is hem. En in dit liedje zie je dat bij twee regels, de eerste en de derde regel, moet je twee keer spelen. En de eerste regel, we beginnen weer met een opmaat. Dus 1, 2, 3 tel ik en dan gaan we beginnen. Maar ik wil even een klein stukje voordoen, zodat je weer even de melodie herkent. 1, 2, 3. Oké, veel snelle nootjes. En we gaan hem ietsje langzamer doen hoor. Ik tel 1, 2, 3 en dan doen we steeds iedere regel weer even twee keer achter elkaar oefenen. Nou, alleen de eerste regel is een opmaat. De rest kan ik gewoon steeds 1, 2, 1, 2 tellen. 1, 2, 3. Oké, dat was hem. Dan gaan we nog een keer 1, 2, 3 tellen en dan doen we de tweede keer de regel. 1, 2, 3. Oké, heel goed. Gaan we naar de volgende regel en dan tel ik 1, 2, 1, 2. Dan gaan we beginnen. Veel wisseling van de A naar de E. Tel 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. En... Oké, veel wisselingen, hè? Gaan we nog even een keertje doen. 1, 2. 1, 2. Oké, dat was een lastige regel. Gaan we naar de volgende. Daar zie je ook weer heel veel snaarwisselingen. En met de hoge derde vinger. Succes! Zet de hoge derde vinger maar alvast neer, want daar gaan we mee beginnen. Ik tel 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Heel goed, dat doen we nog een keer. 1, 2, 1, 2. Heel goed. Nou, het is eigenlijk best wel handig om hem nu weer even op pauze te zetten en alles nog even een aantal keer te oefenen. Want het is een lang liedje.
En je kunt best in kortere stukjes oefenen met veel concentratie dan alles in één keer achter elkaar. Tenzij je dit niet al te moeilijk vindt, dan is het natuurlijk ook prima. Gaan we naar de volgende regel. En die lijkt een beetje op de regel die we daarnet hebben gedaan. Maar daar zit nog een stukje achteraan. Tel weer 1, 2, 1, 2. Dan mag je de hoge derde vinger alvast klaarzetten op deze naar. 1, 2, 1, 2. Oké, die is heel lang. Die is ongeveer 4 tellen. Doen we nog een keer hetzelfde stukje. Hoge derde vinger klaarzetten. 1, 2, 1, 2. En dan gaan we naar de volgende regel, de ene laatste. Tel ik 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oké, dat zijn weer 2 hele lange noten. Ook van 4 tellen. Dat zijn de losse A's naar, dus die nulletjes met streepje eronder, die zijn echt super lang. Mocht je dat nou niet van jezelf onthouden, dan moet je dat er gewoon even bij zetten. Zet je bijvoorbeeld even 4 tellen er boven of eronder. Goed, dat doen we nog een keer. 1, 2, 1, 2. En dan gaan we nog even de laatste regel doen. En daar heb je gelukkig alleen nog maar een lage derde vinger. Die is iets makkelijker dan de hoge derde vinger. Komt ie? Ik tel 1, 2, 1, 2. En dan gaan we beginnen. 1, 2, 1, 2. Het zijn hele lange noten. Soms heb je op het begin nog wat moeite om die lange noten helemaal mooi lang te krijgen. Wat je zou kunnen doen is dat je ze dan gewoon even iets korter aanhoudt en dan probeer je erop te letten. Eigenlijk moet je dat op een gegeven moment doen dat je van tevoren weet van oh, er komt een hele lange noot. Dan zorg je ervoor dat je ofwel aan de kant van je hand raakt, aan de slof, of aan de punt, zodat je hele stok hebt om te strijken. En dan is de regel als je je noot goed bent begonnen, dus je moet dat even een beetje vaak maken aan het begin van de noot. Maar als die goed in trilling is en hij klinkt mooi, dan hoef je eigenlijk niet zo heel snel te strijken. Dan kun je eigenlijk een hele lange streek maken. En dan klinkt hij gewoon. Ja? Zou je ook een aantal keer even los kunnen oefenen? Doe nog één keer die laatste regel en daarna gaan we hem helemaal doen. 1, 2, 1, 2. Laatste regel. 1, 2, 1, 2. Oké, dat was hem. Dat doen we nog even één keer helemaal achter elkaar. Dat betekent dat je dus ook bij de eerste en de derde regel 2 keer de regel moet spelen. Daar moet je goed op letten. Ik tel 1, 2, 3 en dan gaan we beginnen. 1, 2, 3.
lange noten en ook heel veel korte noten achter elkaar. Dus nu heb je ongeveer wel alles gehad. Heel veel snaarwisselingen kort, hele lange noten. Dus een heel gevarieerd liedje. Hartstikke leuk. We gaan hem met muziek doen. Ik tel 1, 2 en dan zet ik de muziek aan. En dan hebben wij nog één tel en dan, mogen we beginnen. 1, 2... liedje. Misschien dat je nu wel een beetje moe bent van dat lange spelen. De originele versie is ook weer in dezelfde toonsoort, dus je kunt als je hem iets sneller wil kunnen spelen, zou je altijd weer even de originele versie kunnen pakken erbij. Nu gaat dit allemaal wel best snel, dus neem alsjeblieft gewoon de tijd om het rustig te studeren en oefen per regel of per twee regels of drie regels. Doe het in elk geval rustig aan, want we gaan heel snel met deze lesmethode. Normaal gesproken doe je eigenlijk zeker een jaar met die verschillende basishanden aanleren. Dus dat betekent ook, mocht je nou nog tips nodig hebben heb je nog vragen, dan kun je mij altijd even mailen. Mijn e-mailadres is violes@hotmail.com. En vind het ook altijd leuk om even wat te horen. Voor de rest hoop ik dat je weer veel plezier hebt met deze les. En dan hoop ik jullie te zien in de volgende les. Tot de volgende keer. Doei!